Ieder paard en iedere combinatie is anders, dus daarom is het ook belangrijk om het juiste bit te kiezen. Bij het kiezen van het juiste bit zijn er een paar factoren van belang. Dit is het mond van het paard, het niveau van het paard en welke discipline je rijdt. Wil jij alles weten over de Mylar-bitten en hoe jij het juiste bit voor je paard kiest? Kijk dan zeker even deze video. Wat maakt de Myler bitten eigenlijk zo bijzonder? De bitten zijn ontworpen volgens een specifiek systeem. Bij het ontwerp van deze bitten wordt rekening gehouden met de anatomische vorm van de mond van het paard. De vijf belangrijkste kenmerken van de Myl-Bitten zijn: een naar voren gebogen mondstuk. Dit zorgt ervoor dat het paard ongehinderd kan slikken en het nodige het paard ook uit om na te geven. Met een gebogen mondstuk wordt de druk op de tong gelijkmatiger verdeeld. Dan hebben de bitten ook nog koperen inlegstrips. De meeste mondstukken van de Myler-bitten zijn gemaakt van roestvrij staal met koperen inlegstrips. Dit bevordert de speekselvorming. Deze bitten helpen ook bij het verminderen van de druk in de mond van je paard. Bij teugeldruk drukt het mondstuk op de lagen en de tong. Zodra het paard nageeft valt de lichte druk weg en zo leert het paard dat bij het nageven de druk dus vermindert. Dan hebben sommige Milo-bitten ook nog sleuven. Bitten met sleuven die zorgen voor een lichte hefboomwerking. Met sleuven heb je niet alleen een terugwerkende druk, maar je hebt ook een neerwaartse druk wat bij kan dragen aan duidelijkere hulpen. Ten slotte kunnen de bitten ook nog onafhankelijk van elkaar bewegen. Door het onafhankelijk bewegen van dat bit is het mogelijk om maar één zijde van het monster te bewegen. Dit kan bijdragen aan een duidelijker signaal, wat het wegvallen over de schouder helpt voorkomen. En daarnaast kan het ook de lengtebuiging bevorderen. Om het juiste bit te kiezen is het, het allereerst belangrijk dat je uitgaat van de mond van je paard. Wees je ook bewust van de dikte van de tong van jouw paard en of jouw paard veel of weinig ruimte heeft in de mond. Zorg er ook voor dat het gebit van het paard ook goed is onderhouden. Bepaal tenslotte het niveau van jouw paard. De mijlenbitten zijn verdeeld in drie levels. Ieder level is geschikt voor een andere categorie paard. Level 1: de bitten in dit level zijn geschikt voor paarden die net zalig mak zijn. Bij dit soort paarden is het belangrijk dat je een prettig bit gebruikt, zodat je paard snel de aanwijzingen en hulpen kan begrijpen. Deze bitten werken in op het midden van de tong en kantelt op de lagen. Level 2. Deze bitten zijn geschikt als het basisniveau bij jouw paard bevestigd is. De bitten van level 2 zijn bedoeld voor paarden die op eigen benen kunnen lopen zonder daarbij op de hand van de ruiter te leunen. Deze bitten werken in over de hele tong met wat meer druk op de lager. Level 3. Deze bitten zijn geschikt voor paarden die al op een hoger niveau lopen. De bitten van het level zijn bedoeld om het paard zoveel mogelijk tongvrijheid te geven, terwijl de ruiter nog wel controle kan blijven houden. Er zijn ook bitten verkrijgbaar die tussen level 2 en 3 inzitten. Deze bitten geven meer tongvrijheid met een beetje druk op de tong en meer druk op de lagen. Ten slotte kunnen deze bitten ook druk uitoefenen op het verhemelte. Ben je nou benieuwd naar alle Mylar-bitten? Neem dan snel een kijkje in de Mylar merkshop.